hart. 4 jaar oud. En toen kwam je de eerste dieren in je leven tegen. Hoe ging dat? Nou, ik denk dat toen ik geboren ben, dat ik onmiddellijk met dieren in aanraking ben gekomen. Maar de grote strijd kwam toen ik jongens zag, toen was ik net 4. En die gingen in hun sloot, gingen ze kikkers doodmaken. Nou, dat vond ik zo vreselijk. Dus ik erop af met mijn 4 jaar en dikke ruzie maken met de jongens. Maar toen zaten ze mij achterna. Maar gelukkig had ik een oudere broer. En ik had gillen, help, help, mijn broer erheen. En die heeft ze toen gepakt. Maar ik heb gewoon die strijd. Al ben ik ook de kleinste, wat kan mij dat schelen? Je moet gewoon ervoor staan. Ik ga voor een dier en dan vecht ik ervoor. Ik was altijd bij de sloot. Ik ben gewoon buiten groot geworden. Ik was nooit in huis. Ik redde salamanders, ik liet ze weer vrij. En ja, weet je, dan zie je ook het verschil met mensen die je later tegenkomt. En een was een hele bekende wetenschapper. Die redde ook salamanders toen hij klein was. Maar wat deed hij? Hij verkocht ze. En wat deed ik? Ik liet ze weer vrij. En dan zie je al het verschil in de mens, hoe je bent. Het ging altijd om het dier en we gingen het dier redden en die stond voorop en dat deden we gewoon. Wat is nou de waarde van een dier dat je die passie voelt? Waar komt dat vandaan? Nou, dat dier kan niet praten en die kan mij niks vertellen van wat hij meemaakt. Dus ik moet eigenlijk de stem zijn van het dier. Het dier heeft zo zijn eigen karakter. Die houden van dingen en die leven, maar ze kunnen het alleen niet vertellen. Kunnen niet vertellen in mensentaal, maar in mensentaal, maar wel in dierentaal, als je daar goed op let. Ik heb nu zo'n klein kippetje en dat kippetje heeft helemaal op mij voorzien. En als hij me ziet, dan komt hij eraan, maar het gaat om eten hoor. Dus dat heb ik ook wel door, want dan denkt hij wat lief. En dan heb je er contact mee. Het is zo waardevol dat jij je kunt verplaatsen in het dier. Mensen hebben aan zoveel dingen een hekel gekregen, aan dieren. Dat dieren allemaal dingen doen die wij misschien niet zo fijn vinden. Maar wij moeten ons verplaatsen in het dier. En dan kun je er ook mee leven. Maar de wilde dieren, als jij ziet hoe zo'n zeehond dan nog even omkijkt. Hè, van, aju paraplu, wegwezen, ik zie je nooit weer terug. Heerlijk. Wat doet het jou, als je dat mag zien? En je hebt hem verzorgd, hè? Ja. Als team heb je verzorgd, hè? Voormalig eigenlijk, voor jou voormalig, Pieterburen noemen we dat maar even. Hè? Ja. Helaas is het heel raar gelopen. Ja, maar dat is zo. Maar wat ik begonnen ben, de zeehondencres is ook een woord geworden in Van Dalen. Ja. En de zeehondencres, dat ging om het dier, om de zeehond. Die stond nummer 1 en wij waren daar allemaal ondergeschikt aan. En ze kwamen van over de hele wereld om te zien hoe wij dat deden. Dus wij hebben uitgedragen dat een wild dier, hoe die ook kan zijn, en dat je daar zuinig op moet zijn. En dan geef je het een gezicht. En dan geef je het een gezicht en dan laat je hem vrij. Heerlijk. De dieren die aan natuuronderhoud, parkonderhoud doen, hè, zoals de Vicente en de Schotse Hooglanders bijvoorbeeld. Ja. Waar zetten we die dan neer? Nou, daar moet je ontzettend zuinig mee zijn met deze dieren. Want die doen wel iets voor je, maar ze krijgen niet betaald naar wat ze doen. Dus je moet ze gewoon heel erg goed verzorgen. En dat is wat er meestal, dan zeggen ze het is natuur. Het is geen natuur, dat dier moet gewoon bekeken worden. En er is nu ook een groep actief die wil allemaal dat ze dus iets krijgen, dat ze geen jongen meer krijgen. En ja, ook in de Oostvaardersplassen, zulke dingen worden er nu bedacht. Maar eigenlijk hadden daar gewoon nooit zoveel dieren moeten komen. En dat is het startfout geweest. En draai dat nu maar eens terug. Hoeveel dieren daar dus, al die paarden die doodgemaakt worden voor paardenvlees en zo. Ik vind, ja, ik ben echt vegetariër geworden, omdat ik al die vreselijke dingen zag. En ik hou van een dier. En wat voor een dier ook. En die kun je niet doodmaken. En dat kan ik niet. Maar we zullen mensen toch, die dat wel kunnen, toch over moeten dragen dat wij ook rechten hebben. Wij mensen die met die dieren meevechten. En daarom is die ombudsman zo belangrijk. Want dan ga je voor het dier. Ik zeg ook altijd, ik praat voor de zeehond. Want de zeehond kan niet praten. Al die dieren kunnen niet praten. Dus we moeten gewoon allemaal, ik moet met een varken misschien buiten gaan lopen. Of ik praat namens een varkentje. Ik praat namens
kijk, ik heb mijn boerenzwaluwen hier. Ik praat namens mijn boerenzwaluw. Maar dat moeten we hebben. Dat kan die ombudsman doen. Die kan praten voor het dier. Het dier heeft geen stem. Wij moeten met elkaar het dier een stem geven. En wel zo snel mogelijk. En daar moeten we heel hard voor werken. We moeten nu zo zuinig zijn op wat er nog in de wereld is. We zijn er veel te veel mensen. En nu moeten we gewoon heel erg voor de dieren vechten. En dat is wat maar hij ook begreep. Maar niet tegen mensen, toch? Nee. Met de mensen. Met hè? De mensen. Ik doe alleen maar met de mensen samen. En constateren er zijn te veel mensen op de aarde. Ja. Hè, dus anticonceptie, andere beheersing. Oh nee, daar gaat het niet om. Maar dat betekent dat de consequentie daarvan is dat er gewoon dat dier en mens steeds meer bij elkaar komen. Steeds dichter bij elkaar. De beren over de hele wereld, de wolven, alles komt dichter bij de mens. Dus dan moet je begrip gaan kweken bij de mensen die niet met dikke krokodillentranen huilen omdat er een wolf een schaapje gepakt heeft. Ze worden vergoed en alles. En als ik schaap was, dan zei ik, pak, laat een wolf mee pakken, dan hoef ik niet zo te sterven. Ja, maar goed, dat moeten we. Nee, we moeten niet, we moeten ze naar elkaar toe brengen. Over dat, daar denk ik, nee. Je moet dat heet samenleven. Samenleven, ook met die wilde dieren. En dan ja. Accepteren dat je daar wel last van hebt. Ik heb hier ook steenmarters. Nou ja, ik lach erom. S'nachts is het boem. Dan is het een feest boven. Dan hebben ze lol. En dan, hoor je dat? Ik heb zo zoef ergens af zien glijden. Lol hadden ze. Maar dat moet je accepteren. Maar als iemand het woord steenmarter hoort, dan zitten ze direct aan dit kosten, dat kosten, dat kosten. Ja, dat is erg. En die dieren, ja, die leven steeds dichter bij de mens. En we zullen de mensen steeds meer duidelijk moeten maken dat wij met die dieren moeten leven. Ook voor de toekomst. En dat is wel mijn zorg. De rechten van het dier, kunnen we dat in, kan het ontstaan van een dierenombudsman iets betekenen? Die zou er onmiddellijk moeten komen en een dierenvakbond. Ik heb al een heel artikel geschreven voor een dierenvakbond. Daar hebben we het over en die gaat er beslist komen. En een dierenombudsman gaat er ook komen. Die moeten er komen en zo snel mogelijk. Ik heb dat ook al voorgesteld, al een keer. En Dierenlot staat daar ook open voor. Hij moet onafhankelijk zijn. Hij moet alleen maar voor het dier opkomen. En verder is dat, daar moet hij de stem van zijn. En niet geen compromissen en weet ik veel wat van. Loopt hij dan niet kans om weg te zetten worden als extreem? Nee, dat moet normaal zijn. We hebben toch ook een ombudsman voor mensen. Ja, een kinderombudsman. Kinderombudsman, je moet onmiddellijk een ombudsman hebben voor dieren. En onafhankelijk. We lopen net zo door jouw huis heen. Eigenlijk een soort mini-landgoedje. Arbeiders, hoe zeggen we dan? Een arbeiderswoning is dat. Arbeiderswoning. Nou, ja. Voor in het westen is dit een landgoed. Ja. Ik heb hier een paar schilderijen gezien. Ja. Van, ze zijn pas overleden, twee koeien. Ja, ik had Tammo en Rooske nog. Ali daar was al overleden. En die was ook al heel oud. En Tammo en Rooske waren ook alle twee 16. Ja, en die liepen hier vrij en die gingen, konden naar buiten als ze wilden, naar binnen als ze wilden. En toen is Tammo, ja, dat was een gecastreerde stier, die was 1000 kilo. En toen kwamen de veekooplui en dan liepen hier schaapjes en moesten die bekijken. En ik dacht, Tammo, dit komt niet goed. Dus ging Tammo erachteraan en die veekoopman en die boer aan het rennen, de schoenen vlogen in het rond. Ik heb daar nog lol om. En toen zei ze, het is vreselijk, een gevaarlijk beest hier. En Tammo zo lieverd. Maar die ging alleen maar de schapen beschermen. Ja, precies. Een koe die alleen maar de schapen ging beschermen. Ja, weer niks. Dus niet, nee. Ja, niet niks, dat is heel veel. Ja, waar zie je geweldig. Dat? Ja, dit is toch prachtig en die mannen rennen. Oh, dus zo mooi. Twee en ik had koeien. Schapen en ik heb allemaal dieren die anders afgemaakt werden. He, een boer die moest, ja. En dan, ik vind het eigenlijk wel sneu dat hij weg moet. Nou, ik zei, oké, dan neem ik hem. Er was met al die dieren wat. En zo heb ik ook katten. Ik ben ook een kattenfan. Ik ben eigenlijk meer voor katten dan voor honden. Want honden, die hebben een baas en katten hebben een slaaf. En ik ben een slaaf van de dieren.
Dieren gaan bij mij altijd voor. Als er een mug zit, moet ik die mug vangen. Dan moet ik die naar buiten laten. En was er iets met een vlindertje. Toen werd hij ook heel gek. Ik zei, eerst vlindertje vangen. Dus vlindertje vangen, die naar buiten. En dan ben ik pas. Dieren gaan altijd voor. Heeft een dier een ziel? En zo ja, hoe kunnen we die herkennen? Nou, dan kijken ze maar aan. Tuurlijk hebben ze een ziel. Ze zitten in zichzelf. Ze kunnen het niet in woorden brengen, maar het zit wel in hun. Dat zie je gewoon. Ik heb één zo'n kippie, die heeft me helemaal uitgekozen. Dat is ook een van die kuikens. Ja, want ik moet niet zoveel kippen, maar ze verstoppen dan de eieren. En dan kan ik ze niet vinden. En dan komen ze in één keer met kuikens tevoorschijn. En een van die kuikens, die weet het. Als Leni ergens loopt, dan komt hij eraan, dan rent hij naar me toe. Want dan weet hij, dan krijgt hij wat lekkers. Is dat iets van karakter, dat die ene dat wel ziet en ja, ander pas ja, later? Ja, alle dieren. Als jij ziet hoe zo'n moederkip voor die kuikens zorgt, dan eet je nooit weer kip. Dan eet je nooit weer kip. Want die moeder, die is er alleen maar mee bezig. Dat moet je eten, dat moet je eten. En klok, 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 klok. Ze is daar zo met die beestjes bezig. En hoe wij daarmee omgaan, dat dier, dat moet toch iets. Ik word er gewoon misselijk van als ik eraan denk. Want ik zie die kippetjes hier. Ik krijg wel veel te veel hanen. Die gaan dan naar de hanenopvang. Want dan worden ze niet doodgemaakt. Maar die kippetjes, joh. En ook die haantjes. Hoe dat met elkaar leeft. Die hebben zoveel geluk met elkaar. Dat is zo'n liefde. En dat moeten wij zien. En dat zie je niet meer in die grote fabriekshallen vol met kippen. Die zien niet meer die liefde wat dieren voor elkaar ook hebben. En ja, ik haal ze dan wel de eieren af. En die eieren voer ik aan de steenmarters. Dus ik eet zelf geen eieren. En ik moet nu eieren kopen. Ik ben ook gek. Dan zeggen ze ook. En als ik dat dan vertel. Oh ja, moet je deze eieren hebben? Ik zeg ja, dat is voor mijn steenmarter. En wat moest ik laatst ook hebben? Toen zei ik ja, dat is voor mijn steenmarter. Wat? Zeiden ze. Ja, ik zei ja. Nou, dan denken ze dat mens is gek. Wat doen mensen dieren aan? Versus wat doen dieren mensen aan? Dieren doen de mensen niks aan. Dat is flauwekul. Dieren die bedenken dat niet eens. Het wij veroorzaken. Als ik in één keer onverwachts op een dier afloop, dan schrikt hij ze dood en pakt hij je. En dan geven wij het dier de schuld. Wij hebben nooit wat gedaan. We hebben altijd gevonden, die heeft het gedaan. Dat zijn de mensen. Wij doen nooit wat. Ben je nou gek? Wij kunnen alles. Nee, wij veroorzaken alles. En dat is het. Als ik naar zo'n dier kijk, daarom ben ik helemaal gelukkig gebleven. Ik heb heel veel beleefd met wat mensen je aandoen. Omdat ik hou zo van dieren. En wat ze dieren dan aandoen, dat kan ik helemaal niet zien. Dat doet me zoveel pijn. Maar als ik dan weer een dier kan redden en ik kan er iets voor betekenen, dan helpt me dat. Ik heb ook zo'n geweldige dierenarts, die is over de 80. Dat is een schat van een man. Maar die snapte precies, ik had een kip, die had een verbrijzelde poot. Zo hing die erbij. En één pootje wel. Dus die hing helemaal zo. Ik ermee heen. Hij zegt, Leni, je doet hem ergens even in een hokje. Ik wil wedden dat het weer goed komt. Dus in mijn kattenren, een hokje neergezet, daar het kippetje in. En dat kippetje loopt er nu weer tussen. Is jouw boodschap dan dat alle dieren die van mensen afhankelijk zijn, dat we dat als zodanig moeten herkennen? Ja, ja, en tegenwoordig worden ook wilde dieren van mensen afhankelijk, omdat we al hun ruimte in beslag nemen. Dus dat is een grote verantwoording dan? Er is enorme verantwoordelijkheid voor ons. Ja, je moet respect hebben voor het dier. Het dier op zelf, dat heeft waarde. Dat is een dier. Dat is geen ding. Dat is een dier. En daar moeten wij voor zorgen. Want zij kunnen het ons niet vertellen en dan moeten we het begrijpen. Nou, dat is gewoon een taak die wij hebben. En gelukkig hebben we wel de Partij voor de Dieren. En die zijn er heel erg mee bezig. Maar in de politiek moet je altijd compromissen sluiten. Daarom kan ik niet in de politiek. Dat kan niet. Wat wij gaan doen. Goed. Wat wij gaan doen is inderdaad die podcast maken. Goed. Daar kijk ik naar uit. Ja, gaan we doen. Dankjewel voor dit inspirerend gesprek.